We maken een vegetarisch gerecht van tempeh en tahu. Tempeh, tahu. En is tahu. Dit is tempeh. Dit is tahu. En lombok. Lombok. Rode lombok. Ja, dit is paté. Paté. Ja. Dus die stinkbonen. Dauwensalm en Laos. Ja, en dit is Laos, ja. En een ui. Uien en een knoflook. En knoflook. Een grote knoflook. Sambal oelek. Ja, sambal oelek. En trassi. Trassi. Dit is vispasta. Ja. Dit hebben we dus eerst gebakken. De tempeh. En de tahu. En de tahu. De ui wordt gesneden. De paté wordt in twee gesneden. Ja, gewoon door het midden. Gewoon door het midden? Ja, ja, zo. Het wordt zo breed. En diep. Ja. Bij de lombok worden de pitten eruit gehaald. Wil u erg heet hebben, dan laat u de pitten erin zitten. De lombok wordt dan in ringen gesneden. Zonnebloemolie, dan wordt dus de ui en de knoflook in gebraden. De ui en de knoflook gaat erin. En er komt trassi bij, oftewel vispasta. Sambal oelek. Ja, salam Allah. Ja, er komt er nog even een bouillonblokje in. Voor de smaak. Er komt de paté en de lombok en de stinkbonen, zo dat het. Dat is wel lekker en gezond. Ja, dit is lager. Een scheutje water erbij. De voorgebakken tempeh. En de voorgebakken tahu. Een paar druppeltjes suiker. Ja. Er komt nog zand bij. Niet te veel zand.
Doe maar eens.